Goedenavond, hartelijk welkom bij de première van Liften 2. Ik vond het met momenten gigantisch grappig en met momenten ook echt heel ontroerend. En goed gedaan ook hoe ze zeg maar de hele tijd switchen tussen die personages. Ja, nee, ik was echt onder de indruk. Ze zijn zo leuk, de humor spat eraf. Mannen zijn ook hartstikke mooie aanvulling. Hoe je ook in plaats van met drie meiden, bij de lift 1. Nu met twee vrouwen en twee mannen. Het is ontzettend leuk. Wat ik super vind is het toneelbeeld met, het verhaal vertellen, het sprookje. En dan helemaal aan het einde dat het dan een box wordt. Waar dat kleine meisje daarin staat met die... Oh, het is echt mooi gebruik van het toneel en van het toneelbeeld. Dat het heel organisch dan zo in elkaar overgaat. Ja. Oh, ik vond het super gaaf. Echt. Ik vond het zo knap, want ik heb echt geprobeerd te kijken door de ogen van iemand die Liften 1 niet gezien heeft. En dan staat er ook een hartstikke mooie voorstelling met een goed verhaal. Fijne chemie tussen alle vier. Ik vond Frederik en Joke samen, hun timing is zo lekker. En ja, nee, ik vond het echt superleuk. En ik vind het een mooi verhaal, ik vind het ontroerend. Het is hilarisch met momenten. Ik voel me super. Het was zo'n leuke première. Ik heb zelden zo'n leuke première. Nou, ik moet zeggen, Liften 1 was ook wel heel leuk. Dat was toen een paar jaar geleden in Amstelveen. En er was ook heel erg veel plezier en lachen. Maar we hadden niet verwacht dat het zo aan zou komen. Omdat we nog niet zo'n groot aantal publiek hadden gehad, was het echt bam. Bij de eerste woorden was het al dat mensen het oppikten. En iemand zei zelfs dat ze deze nog leuker vonden dan de eerste. Dus dat vond ik wel heel verrassend. Dat had ik niet gedacht. Ja, opgelucht. Ja, dat was hartstikke leuk. Het is altijd met comedy dat je denkt, oh, moeten ze lachen, timen we het weer lekker. Komen ze erin? Want je hebt natuurlijk een beetje een grappig begin. Dat je denkt van, waar gaan we heen? Dus het is altijd even spannend, maar we hadden ze meteen, dus dat is fijn. Ja. Ja, nou, ik heb een hele fijne avond gehad. Ik heb veel gelachen. Ik heb het ook wel emoties een beetje gevoeld en ik vond het heel erg leuk eigenlijk. Heel leuk. Heel leuk verzonnen. Hele leuke flauwe grappen. Houden wij vrouwen van, hè? En veel seks, ook goed. Goed voor de, ja, heel leuk. Nee, ik vond het heel leuk. Ik heb er genoten, ja. Het is, en ik ben blij dat we eindelijk weer mogen en dat zij ook weer mogen. En dat er gewoon kleine producenten zijn die durven te produceren. Daar ben ik ook heel blij mee. En een goede cast, toch? Als Liften 1 zo was zoals nu Liften 2 was, denk ik echt van ja jongens, laten we gewoon gaan scoren. Geweldig. Ik hoop dat het een hele mooie tour wordt. Ik vind het echt, het raakt elk kantje. Het raakt de rust, het raakt angst, het raakt verlangen, het raakt hoop. Ja, het ziet er echt bijzonder mooi uit. Ik ben echt heel trots op INL, ja. INL Entertainment. En op mijn collega's die op het toneel staan. En de mensen backstage. Heel trots. Ja, heel erg enthousiast. Heel erg aan het springen een beetje. Ja, ja. Ging het lekker? Sorry? Ging het goed? Nou ja, naar mijn mening wel, ja. Ik heb er heel erg van genoten. Ik hoop, maar volgens mij spreek ik wel voor iedereen, dat iedereen ervan heeft genoten. Ja, fantastisch. Ik ben echt onder de indruk. Ik vond het heel, heel mooi hoe ze een balans hebben kunnen vinden tussen best wel hele zware onderwerpen. En dan weer op het juiste moment weer een leuke humor ertussen waar je kan lachen. En je zag het ook in de zaal. Als je ziet hoe de zaal meegaat en hoe die reageert
Ja, echt, ik ben zwaar onder de indruk. Goed gedaan. Ja, ik ben onwijs trots. Ik vind het echt super mooi. En ik kan je zeggen, ik heb hem al heel vaak gezien. Ik heb natuurlijk met repetities mee mogen kijken. Ik heb ook een aantal keren een try-out gezien. En hij was fenomenaal vanavond. Echt een hele gave show. Ook leuk dat het publiek meedoet. Dus dat, ja, top. Nou ja, ik vond het heel komisch. Goed geschreven, goed gespeeld. En ja, ik denk dat je eigenlijk geen idee hebt waar je naartoe gaat, maar dat het super verrassend en leuk is. Het begon eventjes voor mij wel rustig. Ik denk, wat moet ik verwachten? In één keer ja, vond ik, was er een soort explosie. Kwamen ze zelf ook lekker los en dat voelde zo. Weet je wel, je voelt toch, zelf ook wel eens in het theater staan, voel je toch in het begin een beetje spanning, want ik denk dat ze het zelf ook een beetje spannend vonden. En in één keer waren ze vrij en toen vond ik het echt fantastisch. Met wie zou jij nou in die cel opgesloten willen zitten? Nou, zullen we joker doen? Het is zo leuk gedaan, het is goed gedaan, hilarische teksten. Wat ik leuk vind, weer in zo'n kleine ruimte, dat is dan zeg maar de connectie met liften. Dus niet in een lift, maar nu in een cel. En wat je er allemaal mee kan doen en de mooie verhaallijnen die iedereen heeft. Wat ik ook mooi vond over die Alzheimer. Dus dat er toch even die serieuze nood in zit. Iets wat ons allemaal bezighoudt, denk ik ook. Maar het meest trots ben ik op Leon eigenlijk. Want dan denk ik, jeetje, dat script zit zo goed in elkaar. Het sluit naadloos aan bij liften 1. Maar als je liften 1 niet gezien hebt, is het ook oké. Het script zelf, er wordt geen lijntje onafgemaakt. Alles, uiteindelijk denk je, weet je wel. Ja, ik hou daarvan. En dan heeft hij ook nog eens dat fantastische decor bedacht. Wat een op zichzelf staand verhaal is al. Dus dat vind ik eigenlijk nog het bijzonderst. Het was zo'n fijne avond. En vandaag zaten we weer met een paar honderd mensen bij elkaar. En dan merk je wat het doet als mensen gezamenlijk in grote getalen naar een voorstelling kijken. En dat was het grootste cadeau wat ik kon krijgen. Ik ben opgelucht, ik ben blij. Ik ben blij. Ja. Trots? Heel trots. Ja, weet je wat het is? Het is na anderhalf jaar corona en ellende. Staan we hier op een première van onze nieuwe productie. Ja, dat is genieten. Ja, ik ben heel trots op het hele team. Ik ben trots op Leon. En ook een beetje trots op mezelf. Hoe voel je je? Ja, kijk maar. Moet ik wat zeggen? Nee, heerlijk. Een hele fijne avond gehad. Een hele fijne voorstelling. We stonden alle vier aan. En dat is wel heel prettig op een première, hè? Dat je alle vier weet wat je doet. We waren alle vier ook wel ontzettend nerveus. De een wat meer dan de ander. En als je dan uiteindelijk het applaus in ontvangst neemt en je kijkt elkaar aan en je knipoogt en je weet, we hebben hem gewoon genield. Dat is wel heel fijn. En het publiek ging ook helemaal los. Volgens mij hebben ze het allemaal naar hun zin gehad. Ik wil de reacties niet zien. Nee. Volgens mij hebben ze het allemaal naar hun zin gehad. En dat is voor ons natuurlijk ook heerlijk, hè? Want dat is het magische aan theaterspelen. Je geeft, maar je krijgt ook energie terug. En dat vind ik zo mooi van theater. Dat is het magische, denk ik. Dus goed. Ik glimlach, hè? Zie je het? Ja. Ja, hartstikke mooi. Ik ben heel blij mee. Het is echt helemaal, het is mooi gespeeld, goed gezongen. Het is echt een geheel geworden. Ik heb natuurlijk de repetities, niet allemaal, maar ik ben bij de repetities geweest. Bij de paar try-outs geweest. 2 geloof ik, of 3. En elke keer zie je het goede, want ik ben verder niet bij de repetities geweest, ook niet muzikaal. Dus voor mij is het elke keer heel erg prettig om te zien dat het steeds meer een geheel is geworden. En wat voor mij natuurlijk belangrijk is, dat de liedjes gaan kloppen in het geheel. En ze hebben het vandaag erg goed gedaan. Ik ben echt heel blij mee. Ik heb de acteurs zien vliegen. Ik heb Tim van Toren, onze technicus, zien vliegen. En ik zag Ilse en mij vliegen, omdat we eindelijk dachten, wat we hebben gemaakt, dat werkt. Eind fijn. Het was zo'n opluchting. Heel erg grappig. Heel erg grappig. Echt waar. Heel mooi. Echt knap. Vooral Jok de Kruijf. Echt super. Ja, super. De hele cast sloot heel mooi op elkaar aan. Je zag echt dat ze samen gewoon echt het leuk hadden. En dat vind ik al leuk om te zien. En dat speelplezier vooral. Ja. Dat vond ik echt heel mooi om te zien. Ja, echt mooi.